We zoeken verder op de boerderij. En vandaag zoeken we. een heleboel lammetjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lammetjes. Oeh, jongens, waar zijn de zes lammetjes gebleven? Zien jullie de lammetjes? Ze dartelen in de wei. Nou, laten we gaan kijken. Dat is, ja, dat is één, twee en drie, vier op een steen in het water, vijf en zes heel dicht bij mama. We hebben. Alle lammetjes gevonden. Knap gedaan hoor. Dag lammetjes, speel maar lekker verder. Wij gaan op zoek naar het paard en het mama schaap. Het paard en het mama schaap. Oh, jullie zien het paard al. Ik hoor het. Ja, het paard staat te grazen in de wei. Paarden zijn dol op gras. Wat een leuk paard is dat. En Mama Schaap. Zeg Mama Schaap, weet je wel wat er op jouw rug zit? Ja, er zit een vogel op de rug van het schaap. Vogeltje heeft denk ik helemaal geen zin om te vliegen. Die denkt: ik ga lekker mee als het schaap gaat wandelen. Op zoek naar de bloem. En het eentje. Nou, ik heb volgens mij al heel veel bloemen gezien. Goed kijken allemaal. Zien jullie ook de bloemetjes? Die kunnen we plukken en in een vaas zetten. Ah, niet in het echt, hè? De bloemetjes, bloemetjes. Waar zijn jullie? Ja, ik heb een heleboel bloemetjes gevonden. Jullie ook. Wat voor kleur hebben de bloemetjes? Precies, de bloemetjes zijn blauw. Maar ik zie ook nog bloemetjes in een andere kleur. Die hoefden we niet te zoeken, maar die zijn wel mooi. Kijk, welke kleur hebben die bloemetjes? Ja, die zijn rood. En nou moesten we ook nog op zoek naar het eentje. Eentjes. Oeh, waar zijn de eentjes? De eentjes zijn natuurlijk bij het water, want daar houden eentjes van. Eentje is zelfs al aan het zwemmen in het water, en de andere die staat aan de kant. Volgende keer zoeken we weer verder.